Meneer Abu Taleb en ik kennen elkaar, dus we hebben af en toe zien we elkaar, hebben contact, we hebben elkaars nummers. Dus ik werd gewoon hem gebeld en hij legde uit dat Amsterdam en Rotterdam een manifestatie zouden organiseren en dat hij het op prijs zou stellen als ik daarbij zou zijn als hoofdredacteur van de grootste krant van Rotterdam. Nou, als je een speech schrijft of een artikel schrijft, vind ik het heel belangrijk dat het begint vanuit de emotie. Dat is de basis. Je moet iets voelen. En als je iets voelt, dan moet je zorgen dat je het goed verwoordt. Maar het begint bij die emotie. En Abu Taleb gisteren bij Nieuwsuur vond ik fantastisch. Omdat je zag dat hij emoties had. Ik vind ook dat je dat best mag laten zien. Hij had die emoties. En tegelijkertijd had hij daar een goede, intelligente boodschap over. En dat is de kunst. Dat je die emoties gebruikt, maar wel op een goede manier. Uitgegaan van een oproep van de burgemeester. Onze burgemeester Ahmed Abu Taleb is heel actief op dit terrein. En hij heeft alle organisaties ook opgeroepen. Probeer nou zoveel mogelijk mensen uit je eigen omgeving op te roepen om te komen. Want de tijd is te kort om zeg maar een hele strak georganiseerde bijeenkomst te doen. En dat zou misschien ook helemaal niet goed zijn in dit geval. Ja, ik sta er wel van te kijken dat op dat soort momenten toch een heel sterk Rotterdam gevoel is. Ik denk dat dat komt. Rotterdam is natuurlijk per definitie een internationale stad. En mensen weten dat je het met elkaar moet zien te rooien. Dat weten ze. Ja, nou, ik hoop eigenlijk dat het niet iets betekent in de zin van dat er niet iets verandert. Hè? Dus dat het niet hier zeg maar een nare weerslag gaat krijgen in de zin van dat het spanningen tussen mensen geeft. Ik heb ook vertrouwen in dat dat niet hoeft te gebeuren zoals we in Rotterdam met elkaar omgaan. Daar moeten we wel waakzaam voor blijven. Dat we tegen iedere vorm van haat of uitsluiting is onacceptabel in onze stad. En wat het in ieder geval ook betekent is dat er nu dus initiatieven komen waardoor mensen elkaar daarop ook weer opzoeken. En dat we dat met elkaar uitspreken en laten zien van hier staan wij voor met elkaar. Inderdaad voor vrijheid, maar ook voor verdraagzaamheid naar elkaar, voor begrip en respect. En daar werken we aan in Rotterdam. Ik heb hier de kranten liggen van vandaag. Als je dan kijkt hoe de verschillende media erop gereageerd hebben, dan is de keuze die je maakt op de voorpagina is bij dit soort gebeurtenissen zegt heel veel over wat voor soort krant je hebt. Wij hebben ervoor gekozen om te zeggen, we kiezen voor een foto van mensen in stilte die protesteren aan het eind van de avond en de slogan Je suis Charlie. En andere kranten zoals het Laatste Nieuws in België en de Telegraaf, die hebben andere keuzes gemaakt door te zeggen, nou, dit is een bloedige aanslag op onze vrijheid en wij zijn allemaal Charlie. Er zullen mensen zijn die zeggen, ja, dit is mijn smaak. Dit is precies wat ik ook voel. En er zullen mensen zijn die zeggen, dit is wat ik voel. En daarom is het zo mooi dat in Nederland vrije pers is. En dat je in Nederland kunt kiezen.